Hallo allemaal, hier weer een filmpje. Het is bijna Pasen, het is een stralende dag vandaag. En ik ben eens gaan staan bij een hele mooie magnolia. En dan zie je het voorjaar en de lente plotseling in alle feestelijkheid en uitbundigheid openspringen. En Pasen is het feest van het leven. Jezus staat op uit de dood en hij leeft. En wij zijn mensen en wij houden van het leven. En de dood is onze vijand. Onze grootste vijand. En als het dan Pasen wordt en Jezus staat op uit de dood, dan overwint hij onze vijand. Onze laatste vijand. En daarom is het Pasen een feest van hoop en van vreugde en van blijdschap. Dus ik wens jullie allemaal heel fijne Pasen toe. En de dagen voor Pasen, dat zijn dagen van ernst, Goede Vrijdag. En Stille Zaterdag, dat Jezus in het graf ligt. Witte Donderdag, eerst nog de maaltijd. Waarin het volk Israël viert dat het bevrijd is uit Egypte. En dat Jezus die maaltijd viert en voeten van zijn discipelen was. De nederigheid. Dus onze God is een nederige God. Een God die sterft, die weet wat lijden is. Die begraven wordt. Nou, als wij sterven en begraven worden, dan zijn we vaak bedroefd en dan is het leven voorbij. Maar dan leven wij en wij sterven met die verwachting dat zelfs dat niet het laatste is, maar dat we opstaan uit de dood. En dat we met God mogen leven, nu al in dit leven. In ons sterven, niets zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En dat we dan eeuwig mogen leven bij Hem. Onze ziel in de hemel en dan straks als hij komt, dat ook onze graven open gaan. Het is een fantastisch feest. En ik wens jullie heel gezegende Pasen toe. Maar eerst, het is nu woensdag, eerst nog Witte Donderdag en Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En dan, u zij de glorie. Dus ik hoop dat deze dagen ook voor jou geloofsdagen mogen zijn. Dat het een geloofsreis mag zijn elke dag. Dat je daarbij stil mag staan. Bijbel mag lezen, hoofdstukken uit Johannes, waar we mee bezig zijn, Johannes 18 en 19, op Goede Vrijdag, de begrafenis, maar dan die paasmorgen, dat Maria naar het graf gaat, om nog een laatste eer te bewijzen aan haar dode Heer. En dan komt ze bij het graf en is de steen weg. Dat is natuurlijk niet, ja. Er kan alleen maar iemand hebben gedaan, weggerold in Jezus' lichaam, hebben weggenomen. En dan zegt Jezus, wie zoek je? Waarom huil je? Ja, ze hebben mijn Heer weggenomen. Maria, zegt hij dan. Hij noemt haar naam. En dan, als haar naam genoemd wordt, dan draait ze zich om en dan kent ze hem en ziet ze hem. En hij noemt ook jouw naam. En je kunt je omdraaien naar hem toe. En een nieuw leven met hem beginnen. Ik wens je de liefde van God toe en de vrede met God. De vergeving door de liefde van God. En de opstanding van je oude leven naar een nieuw leven met hem. Nu al en tot in eeuwigheid. Gezegend Pasen. Tot ziens hè. Dag. Shalom.